Groot feest afgelopen zondag bij voetbalvereniging Niftrik. De club mocht maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Het grote cadeau van de dag kwam vanuit het Koningshuis, want de vereniging mag zich vanaf nu koninklijk noemen. Al 100 jaar maakt VV Niftrik onderdeel uit van het verenigingsleven in het dorp. Het jubileum werd groots gevierd door de club, met onder andere voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink als gastspreker en een optreden van Ronnie Ruisdaal. Maar het echte hoogtepunt is de koninklijke onderscheiding. Mag ik jullie van harte feliciteren en geef u een heel mooi applaus. Ja, u bent inderdaad op dit moment bij Koninklijk VV Niftrik, want ze bestaan 100 jaar. En het heeft de koning behaagd om hun de erepenning uit te reiken. Ja, wij zijn als ook de eerste voetbalclub in de gemeente Wieken die ook 100 jaar bestaat. We zijn de eerste club, ja. Eregast Guus Hiddink vertelde over zijn eigen rijke voetbalcarrière. Ik begon te trainen toen ik 5-6 jaar was met een balletje tegen de muur aan. De buurvrouw werd helemaal gek van mij. Ik had al vroeg mijn trainingsdiploma's rond mijn 20ste en sindsdien ben ik prof geweest, maar ook al vrij snel trainer geworden. Dus vanaf toen tot en met nu, want ik zit nu een beetje zijdelings in voetbal, dat blijft altijd. Het 100-jarig bestaan van de club is te danken aan de hechte gemeenschap die is ontstaan. Alle vrijwilligers, spelers en supporters zorgen samen voor het voortbestaan van de vereniging. Ja, het is een enorme eer voor Niftrik zelf, maar ook natuurlijk voor al die vrijwilligers die al 100 jaar dus eigenlijk met deze club bezig zijn en zorgen dat het blijft bestaan. En dat gaan ze in de toekomst ook doen. De gezelligheid brengen je op zondag ook. Hè. Verschillende dingen organiseren tijdens de competitie. We doen hier 3-4 zondagen, proberen bijvoorbeeld discotheek te regelen na afloop. En zeker als we te maken hebben met de derbies. Bijvoorbeeld als de jongens afgelopen jaar hier is gekomen. Dan wordt die wedstrijd hier gespeeld en de aflopende discotheek, ja, dan is gewoon de kantine vol, hè? Ik zie hier gewoon een heel krachtig verenigingsleven, dus ik heb alle vertrouwen in deze mensen hier.